Nou, wij vinden eigenlijk dat de jongeren betrokken moeten zijn bij de 4 mei herdenking. We hadden altijd per school één persoon, één leerling die een gedicht voorlas. Vorig jaar hebben we afgesproken dat we hun eigen gedichten gaan laten voordragen. En die worden geschreven door de leerlingen van de diverse scholen in Almelo, van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Kijkend naar van Suzanne Helder. De tweede plek, dat gaat ook mee naar het wethouder van Dronkelenplein, is Volkert Schummer. De derde, Laura Wevers, tegen het gezag in. Kijkend omhoog zie ik de lucht. Kijkend naar beneden, mijn voeten die er veilig omhoog staan. Kijkend om mij heen zie ik de mensen die stilstaan bij de vrijheid. Onze vrijheid, mijn vrijheid. Kijkend naar mezelf, kijkend naar binnenin, zie ik de dankbaarheid. Ik had echt niet verwacht. Ik had mijn gedicht in 3 minuten geschreven. En toen ik alle andere gedichten hoorde, dacht ik echt van... Wauw, deze zijn eigenlijk best wel mooier dan die van mij. Hartelijk gefeliciteerd. Helemaal van ontroerd. Een hoest, het kan al je einde zijn. Het moest en het was klein. Muisstil op de zolder van oom. Erg kil, net zoals in mijn ergste droom. Krijt, zo zijn wij. Het breekt voordat je het weet. Het is tijd. Tijd om te gaan, want die ene hoest heeft het gedaan. Onze vrijheid hebben we te danken aan de geallieerden. Ja, dat klopt. Maar zonder ons eigen verzet waren we niet bevrijd. Door hen is al die narigheid gestopt. De W van Wilhelmina, de V van Victorie. Het stond op de muren. De onderduikers op zolder kregen heel wat te verduren. Door heel Nederland werden ze bespreid. Folders, kranten en valse identiteitsbewijzen. Dankzij hen zijn we bevrijd. Ze durfden onze vrijheid terug te eisen. Toen kon je het Wilhelmus weer zien. Het eerste couplet, compleet. En het zesde, dat men nooit meer vergeet. We zijn nu vrij, als stad en als land. Zoals men toen zei, leven ons vrij Nederland.